Hey, welkom iedereen. Een beetje later dan ik normaal gezien van plan ben om iets te posten of te delen. Maar we zijn er uiteindelijk geraakt. Vandaag wil ik het met jou hebben over wat is een tweelingvlam. Waarom? Dat is een vraag die veel mensen mij stellen. En een van de belangrijkste redenen waarom de mensen met mij in contact komen. Omdat ik zelf ook een tweelingvlam ben. En op internet is er zoveel te vinden over tweelingvlammen. Alleen is jammer genoeg niet alles wat hij leest en ziet correct. Vandaar is het tijd om je eigenlijk vandaag wat meer informatie mee te geven over tweelingvlammen. Enerzijds gebaseerd op mijn eigen ervaring, maar ook een heel stuk over gechannelde informatie. Dus eigenlijk kortom, het fenomeen tweelingvlammen, maar bekeken vanuit hogere energie, bekeken vanuit 5D. Vandaag wil ik het iets anders gaan aanpakken en gaan we eigenlijk telkens antwoord geven op een vraag die gesteld wordt. Een vraag die ik gesteld heb aan mijn gidsen of aan de lichtwezens van de eenheid of een vraag dat klanten aan mij gesteld hebben. Nu, de eerste vraag is: heeft iedereen een tweelingvlam? Nee, niet iedereen, dus niet elke ziel heeft een tweelingvlam. Wel heeft elke ziel een tweelingziel. Nu, om dat goed te begrijpen, moet ik jou eerst vertellen over de reden waarom dat tweelingzielen en tweelingvlammen zijn ontstaan. Want beiden hebben een andere reden waarom dat ze zijn ontstaan. Waar tweelingzielen er zijn eigenlijk om een zuivere spiegel te zijn van je eigen ziel, zijn tweelingvlammen er vooral om nieuwe templates neer te zetten op aarde. Tweelingzielen zijn echt ontstaan vanuit één ziel, dus in energie. Die zich, naarmate de ziel zich verder evolueert, besluit om zich te splitsen in twee delen, om dan vervolgens in een duale wereld, zoals dat we nu nog hier kennen op aarde, zoveel mogelijk ervaringen kan gaan opdoen. Om dan eigenlijk terug vanuit die dualiteit te kunnen komen tot een eenheid, dus te kunnen groeien naar eenheid. En daarvoor is dan eigenlijk die frequentie en de spiegeling van je tweelingziel er. Omdat die helpt om de ballast van alle ervaringen die je doorheen verschillende levens hebt opgedaan, te zuiveren. Want je kan maar pas eigenlijk terug weer samenkomen met de andere helft van jouw energie, van jouw ziel, als die echt in de zuiverste staat is van jouw essentie. Dus eigenlijk zoals je geboren bent als ziel. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat een tweelingziel maar pas op toneel komt, of pas in je leven komt, wanneer dat jullie allebei genoeg geleerd hebben over het gescheiden zijn, genoeg geleerd hebben over de dualiteit en eigenlijk nu op het punt staan in jullie evolutie om verder te groeien naar eenheid. En dan komen eigenlijk tweelingzielen samen. Dat is ook de reden waarom er nu in deze tijd zoveel tweelingzielen samenkomen, omdat we eigenlijk allemaal aan het groeien zijn naar dat bewustzijn en eenheid, of toch de meeste van de zielen hier op aarde. Maar zolang je niet je puurste zelf bent, ga je dat altijd weerspiegeld zien in het gedrag van je tweelingziel en dus ook in je connectie. Dus, kort samengevat, je tweelingziel komt in je leven voor je persoonlijke groei, je persoonlijke ontwikkeling van je ziel. Het is eigenlijk een volgende stap in je bewustwordingsproces. Het grootste verschil, of eigenlijk het eerste grootste verschil met tweelingvlammen, is dat zij niet ontstaan zijn vanuit één ziel. Tweelingvlammen zijn op een tijdslijn van de evolutie, dus van het leven op zich, ouder in het ontstaan dan tweelingzielen. Tweelingzielen zijn eigenlijk later ontstaan. Dus elke tweelingvlam heeft ook een tweelingziel. Maar niet elke tweelingziel heeft een tweelingvlam. Ja, sorry, het kan nog moeilijker. Maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, zoals ik het ook doorgekregen heb van mijn gidsen. Wat is het verschil dan nog met tweelingvlammen? Tweelingvlammen hebben exact dezelfde frequentie, doordat ze op hetzelfde moment ontstaan zijn uit de bron. En nu ga je zeggen, ja, dat is waar, maar tweelingzielen dus ook. Ja, tweelingzielen ook, omdat het over dezelfde energie, dezelfde ziel gaat. Met tweelingvlammen gaat het over twee verschillende zielen, maar die wel dezelfde frequentie hebben, doordat ze het feit eigenlijk dezelfde datum van ontstaan hebben, hetzelfde serienummer of hetzelfde fabrikagedatum, of hoe je het ook wel gaan noemen.
En dat maakt dat deze zielen eigenlijk één zijn in zichzelf. Ik weet dat er heel veel verwarring over staat en heel veel verschillende meningen over zijn, maar dat is hetgeen dat ik doorgekregen heb van mijn gidsen en dat voor mij als waarheid aanvoelt. Dus het is belangrijk dat je dat ook voor jezelf gaat gaan aanvoelen en je eigen onderscheidingsniveau gaat gaan gebruiken en gaat gaan voelen van wat ben ik zelf. Behoor ik tot een tweelingziel of behoor ik tot een tweelingvlam of beiden? Wat is het nut van de scheiding van tweelingvlammen of tweelingzielen? Nu, in het verdere stuk zal ik meestal spreken over tweelingvlammen, omdat dat ook hetgeen is dat ik meest ervaar. Maar weet dat die dingen ook aan bod komen dus bij tweelingzielen. Nu, met betrekking tot de scheiding, tweelingvlammen doorlopen dus ook het bewustzijnsproces zoals andere zielen. En leren eigenlijk door de scheiding met die tweelingvlammen dat ze eigenlijk één in zichzelf zijn. Ze brengen door de triggers van de tweelingvlam eigenlijk de wisselwerking die er is tussen de vrouwelijke en mannelijke energie in zichzelf, die brengen daar balans en krijgen zo eenheid in zichzelf. Hierdoor worden tweelingvlammen eigenlijk het levende voorbeeld van hoe dat een leven in eenheid vanuit individualiteit dan verloopt. Omdat ze eenheid in zichzelf creëren, eenheid in de connectie creëren, maar dan eigenlijk allebei individuele zielen zijn. Dus de scheiding tussen echte tweelingvlammen is er vooral om te leren over eenheid en om dat vervolgens in zichzelf te gaan creëren. Maar eveneens ook om te leren over de verbondenheid en over de kracht van de energetische connectie dat er is tussen beide zielen. Want door te ervaren hoe dat de connectie werkt in die hogere realms en de hogere energieën, zijn tweelingvlammen ook in staat om die connectie op een andere manier te gaan vormgeven op aarde in de 3D, waardoor natuurlijk die nieuwe templates naar de aarde gebracht worden. En op die manier zijn ze een voorbeeld voor andere tweelingzielen, andere soulmate-relaties, die de lichtcodes met betrekking tot die templates nog niet in hun lichtlichamen dragen. Bij tweelingvlammen is dat sowieso aanwezig al, eigenlijk van bij de geboorte. Dus ze zijn eigenlijk voorgeprogrammeerd om eigenlijk dat pad te bewandelen. En het klopt dat sommige tweelingvlammen ook een extra missie hebben. Maar echter, dat is niet voor elke tweelingvlam zo, want sommige tweelingvlammen hebben enkel ingetekend op het energetische deel, wat betekent dat ze eigenlijk maar gewoon door aan zichzelf te werken en aan de connectie te werken, dat ze eigenlijk ook hun missie volbrengen. Op dat moment belichamen ze de energie van onvoorwaardelijke liefde en beïnvloeden op die manier hun directe omgeving, wat opnieuw een rimpeleffect heeft op de rest van de planeet natuurlijk. En dat is voor sommige tweelingvlammen de enige missie dat ze hebben als tweelingvlam. Vergeet niet dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. En de impact van het werken aan jezelf helpt sowieso ook het collectief verder. Of dat je nu een tweelingvlam bent of niet. En daar zit ook de grootste vooruitgang die we zullen opmerken in de komende jaren. Namelijk doordat meer en meer mensen wakker worden en aan zichzelf gaan werken, gaan ze die energie op aarde opliften, omhoog brengen, waardoor dan nog veel meer andere zielen meer mogelijkheden krijgen om aan te haken aan de energie van de oplossing. Er zullen plots opportuniteiten op hun pad komen of ze gaan plots een ingeving krijgen die hen dan eigenlijk ook weer verder brengt. Nu, dat gezegd zijn is belangrijk te weten dat het geen zin heeft om op zoek te gaan naar je tweelingziel of zelfs naar je tweelingvlam. Als je een tweelingvlam bent, dan weet je dat zonder twijfel. En als het de bedoeling is dat je je tweelingvlam in dit leven ook tegenkomt, en dat moet, dan zal dat ook gebeuren op het ogenblik dat jullie de benen klaar voor zijn. Dus de belangrijkste les, of het belangrijkste dat ik jou daarmee uit kan meegeven, is dat heel belangrijk is dat je nooit je leven op pauze zet voor iemand anders. Het beste dat je kan doen, is ondertussen je beste leven ooit te gaan leven. Je hart volgen, en dan zit je altijd goed. Trouwens, mijn gidsen vertelde mij ook dat eigenlijk op zoek gaan naar je tweelingvlam of je tweelingziel er eigenlijk zelfs voor zorgt, of zelfs bij een diepe soulmate is dat ook zo, dat zorgt er eigenlijk voor dat je iets gaat najagen, naar iets gaat gaan verlangen, en dat je er eigenlijk gewoon maar enkel en alleen voor zorgt dat proces waarbij, of de tijd, de periode waarin dat het in je leven komt, eigenlijk gewoon maar verlengt en vooruitschuift. Want ook daar zit een les in. Dus samengevat, de scheiding tussen tweelingvlammen is er om te leren over eenheid, om te leren vertrouwen op de energetische verbinding die er eigenlijk altijd is, en dan ga je ondertussen leren door telepathisch te gaan communiceren.
En drie, door is er om ballast te gaan uitzuiveren, wat eigenlijk de ascensie betekent van je ziel, en ervoor te zorgen dat healing wordt bevorderd. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste redenen waarom de scheiding tussen tweelingvlammen er is. Een derde vraag is van waar komt de naam tweelingvlam vandaan? Natuurlijk zit je het stukje met het verschil tussen tweelingzielen. Maar het stuk van waar komt de naam tweelingvlam vandaan, kwam eigenlijk toen ik me gisteren vroeg naar het verschil van tweelingzielen of tussen tweelingzielen en tweelingvlammen. En het eerste verschil dat ik kreeg was het beeld waarbij de tweelingzielen, dus één ziel, gesplitst werden in twee. Toen ik vroeg naar tweelingvlammen, zag ik eigenlijk letterlijk twee vlammen. Twee vlammen met dezelfde kleur en dezelfde frequentie. Want energetische vlammen zijn niet enkel goud of geel, ze bestaan er in alle kleurschakeringen en dus ook in alle frequenties die mogelijk zijn op aarde. Of gewoon zelfs mogelijk zijn in het universum, zeggen ze. Dus tweelingvlammen hebben dus een identieke vlam. Dus dat betekent dat wanneer je tweelingvlammen enkel als energie zou zien en dus niet in ons fysieke lichaam, dan zou je dus twee identieke vlammen zien. Identiek naar kleur, identiek naar frequentie, echt volledig identiek. Waarom spreken ze soms ook van tweelingstralen? Wel, dat heeft simpelweg te maken met het feit dat tweelingvlammen op een straal werken. Wat is een straal? Een straal is eigenlijk een bundel energie met specifieke eigenschappen. En om hierover wat meer te vertellen, geef ik alvast iets mee dat ik ook in mijn boek 96 vlammen geschreven heb. Want goddelijke stralen zijn eigenlijk grote lichtstralen. Grote bundels energie. En de stralen die zijn er op verschillende golflengten en in verschillende kleuren. Je kan het vergelijken met een regenboog of met de licht dat je door een prisma gaat laten schijnen. En dan zie je ook allerlei verschillende kleuren, verschillende schakeringen van kleuren. Dat zijn de goddelijke stralen ook. Alleen die goddelijke stralen kunnen we niet altijd zien, maar ze zijn er wel altijd en ze zijn altijd aanwezig en altijd beschikbaar. Dus die heilige stralen of goddelijke stralen, of hoe je ze ook wel gaan noemen, zijn ontstaan uit de bron. Net zoals dat wij allemaal uit de bron geboren zijn. Dat maakt dus eigenlijk ook dat wij allemaal goddelijke stralen in ons lichtlichamen hebben. Tenminste, als we onze zuiverste staat van zijn belichamen. Dus dat betekent dat we eigenlijk al de ballast gezuiverd en geheeld hebben. Want doorheen de vele incarnaties zijn onze lichtlichamen vertroebeld geraakt. Hierdoor zijn we ook de verbinding met de stralen en de daaraan gekoppelde vlammen verloren. Net eigenlijk ook zoals dat we de kennis om te werken met de stralen en vlammen verloren zijn. We zijn het eigenlijk allemaal gewoon vergeten. En net daarom ben ik bezig ook met dat boek te schrijven, tussen haakjes. Nu, elke vlam draagt een specifieke eigenschap in zich. En misschien een van de bekendste vlammen is de violette vlam, waarbij dat je eigenlijk gaat gebruiken om oude energie en negatieve energie te gaan transmuteren. En dus nu dat we massaal aan het bewust worden zijn, aan het wakker worden zijn, is het belangrijk dat deze vlammen weer op de aarde kunnen ontvangen worden. En dat is ook iets wat onder andere de tweelingvlammen doen. Omdat zij, door wie dat ze zijn, door de lichtcodes die nog in hun blauwdruk en in hun lichtlichamen aanwezig zijn, hebben zij opnieuw die verbinding met de vlammen kunnen maken. Ook al zijn de meeste tweelingvlammen zich hier niet van bewust en focussen dus enkel op relationele en traumatische plaatsen, waardoor dat natuurlijk ook verkeerd gaat. Maar zij ankeren automatisch eigenlijk ook die vlammen en die stralen. Dus eigenlijk ook hiermee gepaard gaande, de meeste tweelingvlammen, waar dat er zaken niet vooruit gaan en geen vooruitgang is, geen verandering is, komt eigenlijk gewoon omdat ze te veel op de anderen gaan focussen en te weinig op zichzelf. Dus ze gaan eigenlijk gewoon maar verder vanuit die oude systemen en vanuit hetgeen dat ze altijd geleerd hebben, in plaats van dus op een andere manier te gaan denken, op een andere manier aan te pakken, omdat het net de bedoeling is om het anders te gaan doen, om die nieuwe templates te gaan ankeren en een voorbeeld te zijn voor andere mensen. Een vierde vraag is, hoe weet ik wie mijn tweelingvlam is? Wel, uit ervaring kan ik je zeggen dat je het wel zal weten. Niemand kan je bevestigen of dat die persoon jouw tweelingvlam is of niet. Maar als je in een connectie bent met die tweelingvlam en je doet het werk dat nodig is, dan ga je merken dat het universum samenspant en alle pionnen op het schaakbord gaat gaan verplaatsen om jou en jouw tweelingvlam vooruit te helpen in jullie leven.
en in jullie connectie dus. Vertrouwen en overgave zijn de sleutelwoorden in een diepe zielsconnectie, zoals bij een tweelingvlam of zelfs bij een tweelingzielconnectie. En let op, zelfs ook bij een soulmate relatie zijn dat ook de kernwoorden, vertrouwen en overgave. Want alleen de diepe spiegeling van je schaduwen, dus dat je het weer spiegelt ziet, is iets minder hard of iets minder confronterend dan wanneer je in een tweelingvlamconnectie bent. Nu, het idee dat het altijd kommer en kwel is bij een tweelingvlamconnectie is ook een misopvatting. Want in essentie is er tussen jou en je tweelingvlam, en ook bij een tweelingziel, enkel onvoorwaardelijke liefde. Als er nu, op dit moment, in jouw tweelingvlam of tweelingzielconnectie spanningen zijn, of het verloopt niet goed, dan komt dat voort uit de bagage die jullie allebei nog meedragen, dus eigenlijk de ballast. En jullie projecteren die in die connectie. En op dat moment, op dat ogenblik, kan ik jou nu al zeggen dat heling en innerlijk werk nodig is. En, nog een extra punt, dat kan je niet voor elkaar doen. Dat is belangrijk dat je daar elk jouw eigen deel, elk jouw eigen stuk in doet, want dat is ook elk jouw eigen aandeel en eigenlijk ook elk jouw eigen taak. Een andere vraag is van, hebben tweelingvlammen fysieke gelijkenissen? En ik moest eigenlijk lachen bij deze vraag, want zeg nu zelf, wat maakt het uit of je fysieke gelijkenissen hebt? Zou je dat uiteindelijk niet altijd in iemand anders vinden waar je gevoelens voor hebt? Ik denk het wel. Want als ik gewoon kijk naar mijn eigen relaties die ik gehad heb, dan heb ik ook fysieke gelijkenissen met een soulmate gehad. En dat zegt niks over de kracht en de sterkte van je connectie. Dus om met ja of niet te antwoorden, nee. Tweelingvlammen hebben niet altijd fysieke gelijkenissen. Want uiteindelijk is dat ook een ego-ding. Het is een manier om zaken te kunnen gaan beoordelen, te proberen te controleren. Maar als je op het pad loopt van een tweelingvlam, is het net de bedoeling dat je meer gaat gaan vertrouwen en dat je leert vertrouwen op datgene wat je nog niet ziet. Maar omdat je diep van binnen wel weet dat het er is. Kortom, eigenlijk leer je hoe dat is om een hoge priester of een hoge priesteres te zijn. Wat wel meer voorkomt, is dat tweelingvlammen gelijkaardige ervaringen hebben in hun leven. Dus dat kan, maar dat is dus ook eveneens geen maatstaf om te weten of dat je nu te maken hebt met je echte tweelingvlam of twee niet. Het enige waarin je dat gaat weten is eigenlijk in jezelf. Het gevoel dat je krijgt en bevestigingen en signalen, de boodschappen die je krijgt van je gidsen en je leden. Dergelijk bewijs ga je nooit zien in de 3D. Het antwoord ligt altijd in jezelf. Dus het is heel belangrijk om dit te onthouden. En ook om te onthouden dat wanneer je zelf constant die vraag gaat gaan stellen, weet dan dat die vraag voortkomt van je ego. En het ego wil altijd controleren en sturen. Je ziel en je hart, die weet allang wie die andere is en waarom dat die andere op je pad komt. En hetgeen dat je eigenlijk nog te doen hebt, is gewoon verder werken aan je zelfvertrouwen, aan je zelfwaarde. Tweelingvlammen werken wel dezelfde lessen uit, maar dit toont zich anders in de realiteit. En dat is iets wat ik zelf ook ervan heb met mijn tweelingvlam. Wij hadden op een bepaald moment ook zaken rond financiële mindset. En dat toonde zich eigenlijk op een andere manier in elkaars leven. Dus bij mij was dat op een andere manier dan dat dat bij hem voorkwam. Dus en als je de tijd gaat nemen om elkaar beter te leren kennen en hierover ook open kan communiceren, dan ga je zien dat je ook de spiegel bent van elkaars zwaktes en sterktes. En als je iets merkt bij je tweelingvlam dat jou triggert, dan is het belangrijk om te kijken naar jezelf, om te zien of je die eigenschap voldoende hebt ontwikkeld of niet. Want vaak is dat zo dat jij dan op dat vlak ook nog werk mag doen. Om een voorbeeld te geven, had ik een issue rond zichtbaarheid, om naar buiten te komen, om mezelf te tonen. En dat zag ik eigenlijk ook weerspiegeld in het gedrag van mijn tweelingvlam. En op het moment dat ik dat eigenlijk mij bewust van werd, wist ik dat eigenlijk aan mij was om daarin te gaan werken, daarin stappen te gaan zetten. En dan merkte ik ook automatisch verandering in het gedrag of in het ding van mijn tweelingvlam. Nu heb je ondersteuning nodig om te begrijpen wat er precies gaande is. Weet dan dat we hiervoor ook kunnen samenwerken. En als je wilt weten op welke manier, kijk ook gewoon rustig onderaan in de inschrijfbox van de video of podcast. En dan ga je ook weten, of kijk op de website, of stuur mij een mailtje en dan kun je wel kijken op welke manier dat voor jou nu op dit moment het beste is.
De zesde vraag, en als ik het goed voor heb, dat is ook meteen de laatste vraag dat we nu gaan, voor nu gaan behandelen. Dat is, welk effect geeft innerlijk werk op de connectie met je tweelingvlam of je tweelingziel? Nu, het pad lopen van een tweelingziel of een tweelingvlam, is er een één die teruggaat naar het zelf, naar jezelf, dus naar je kern. Kortom, terug naar jezelf, terug naar je oorspronkelijke essentie, terug naar je blauwdruk. Je tweelingziel of tweelingvlam, afhankelijk van wie dat er op dit moment in je leven is, is de diepste, zuiverste spiegel van jouw ziel op dit moment. Dat kan ook een soulmate zijn, afhankelijk van wat dat jouw ziel voor ingetekend heeft in dit leven. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat alles wat er gebeurt in je leven te verklaren is door de wet van trilling of resonantie. Alles wat in jouw buitenwereld plaatsvindt, dus ook het gedrag van je tweelingvlam, ook hetgeen wat er gebeurt in je connectie, is een weerspiegeling van je innerlijke wereld. Alle problemen, alle lasten die er zijn, komen voort uit geconditioneerde overtuigingen, uit trauma's, is naar aanleiding van verwachtingen en oude ideeën. En de enige oplossing hiervoor is in het werken aan jezelf, focussen op jezelf. En elke trigger die opkomt, gebruiken als een handvat voor je eigen healing en voor je eigen groei. Want door jezelf te gaan healen, breng je immers eenheid in jezelf en kan je hierdoor ook eenheid in je connectie gaan creëren. En op dat ogenblik ben je dan eigenlijk in union met je goddelijke wederhelft en kan je ervaren hoe zalig de onvoorwaardelijke liefde is die eigenlijk altijd tussen jullie stroomt. En die liefde heeft dan weer zijn effect op je leven, heeft een effect op het verdiepen van je connectie en op al jouw manifestaties. Daarom spreek ik ook regelmatig over het healen van de mannelijke en de vrouwelijke energieën in jezelf. Want dat brengt eenheid in jezelf en versterkt die kracht om te manifesteren vanuit heelheid. Nu, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het pad wandelen van een tweelingvlam en een tweelingziel eigenlijk een proces van zelfontdekking is. En daarom is het ook belangrijk om je te laten ondersteunen door andere tweelingvlammen die weten waar ze over spreken. Omdat zij weten uit ervaring waar dat jij doorheen gaat, waardoor je gemakkelijker obstakels zal kunnen overwinnen. Want het is belangrijk om heel bewust te zijn dat schaduwen niet slecht zijn. Dus het is slechts één facet van ons zijn. En je hoeft er al zeker niet bang voor te zijn, want door ze net te omarmen als een deel van jezelf, ga je jezelf nog krachtiger en nog sterker gaan maken. Weet dat we samen ook deze moeilijke periode van zelfontdekking en uitzuivering kunnen overbruggen. Ik heb het pad van mijn tweelingvlam gelopen en nog altijd. Ondertussen zijn wij in eenheid, zijn wij samen, werken wij ook samen. En dat betekent, als ik het kan, dat jij het ook kan. Het voordeel van in eenheid te zijn met mijn tweelingvlam en in open communicatie, dat zorgt ervoor dat hij ook vanuit zijn ervaringen een meerwaarde kan zijn voor jouw pad. Want wat gebeurt er wanneer dat ik voel dat hij van mijn klanten, dat hij mijn klanten op weg kan helpen? Dan spreek ik hem hierover ook aan. En het is tenslotte ook onze missie als tweelingvlammen in eenheid om jullie te tonen hoe onvoorwaardelijke liefde in een diepe zielsconnectie ook werkt. Dus kortom, als je vragen hebt of als je vastzit of je weet niet goed hoe je jouw pad of jouw proces moet aanpakken of hoe dat je verder kan. Wacht alsjeblieft niet langer, maar stel gewoon onze vraag. En als wij je ook meer op weg kunnen helpen en kunnen ondersteunen, dan gaan we je ook de weg tonen, zodanig dat je ook weer verder kan. Dus zoals altijd wens ik je heel veel succes, wens ik je heel veel liefde en heel veel licht. En dan zie ik je wel in een nieuwe video in de loop van volgende week. Dus van dienst voor dit is hoogste goed. Tot in de volgende!